hier is Kingo, samen met Dut Hamster. Hi! Oh, en we zijn hier met een nieuwe Kingo speelt. Keep talking and nobody explodes. Oké. Hele mond vol, maar het is een hartstikke leuk spel, want ja, Tim, jij was de eerste die het spel had, toch? Nog voordat ik het had? Ja, ik kwam erop van, hey, kom dit gewoon doen. Mm-hmm. Want dit spel is zeg maar, gewoon waar het op neerkomt is bom defusing. Je hebt gewoon een bom en die moet je gaan defusen, zorgen dat hij niet ontploft. Maar het is op zo'n leuke manier gedaan, dat het is een co-op spel. En de een heeft een bom, dus ik bijvoorbeeld. En dan Tim, dus de ander, die heeft een handleiding om informatie aan mij door te geven hoe ik die moet defusen. Dat is heel vet. Je moet echt gewoon heen en weer praten en overleggen en zeggen van dit zie ik en dat is dat. En heel erg vet om zo... Hoe heet het om die bommen zo te diffusen? Dus ja, laten we dan maar gaan beginnen. Dus je hebt heel verschillende soorten bommen en ik heb tot hier gedaan. Dus tot 3.5. Dat zijn allemaal verschillende bommen. En ja, het gaat nog een heel stuk verder en ik heb nog heel veel dingen nog niet eens gelokt. Helemaal exotic. Dat lijkt me ook leuk. Als de laatste bommen stonden. Nee. Tim is al gewend van hoe moeilijk het later wordt. Het wordt echt super lastig uiteindelijk. Ja. Maar goed, we gaan gewoon heel simpel beginnen, gewoon even als soort tutorial voor jullie van hoe het precies is. We beginnen met de first bomb. En wat het dus is, je hebt 3 modules. En modules zijn allemaal soort van mini-puzzeltjes die je moet oplossen. En als je dan alle puzzeltjes hebt opgelost op een bom, dan is die bom gediffused en dan ben je. Dus ja, laten we maar gaan beginnen. Dus wat ik nu ga doen is, we gaan zo meteen een bom zien. Dus hier kan je zien, this screen is for your eyes only. You are not allowed to look at the bomb defusal manual. Dus dat mag alleen Tim doen. Dus ja, ik zal ook waarschijnlijk ergens in beeld zal ik ook waarschijnlijk de papieren zetten waar Tim op kijkt. Zodat jullie kunnen meekijken wat Tim allemaal moet doen om mij te helpen met deze bom. Oké, daar gaan we. We hebben 5 minuten en dit zijn de modules. We hebben hier dus wires, we hebben een button en we hebben een paar van die hieroglyphen icoontjes. Oké, dan. Zullen we beginnen met de wires? Is goed. Dus daar klikken we hierop en dan kunnen we hier kijken. En oké, wat zie ik? Ik zie 5 wires. Dus moet ik dan aan Tim doorgeven, allemaal informatie. Zodat hij dan kan kijken op... op het papiertje, op de manual van wat het allemaal is. Dus, is de laatste zwart? De laatste zwart, nee. Hij is niet zwart. Hij is rood. Is er 1 rode? 2 rode. De eerste en de laatste zijn rood. Oké. Zijn er geen zwarte? Er is 1 zwarte en die staat op nummer 2. Eerste. De eerste. Oké, en nu zie je een groen lichtje, dat betekent dat het goed is. Dus zo kan je zien, zo heeft Tim dus in de handleiding afgelezen van hoe het moet. En dan gaan we nu door naar de volgende. We gaan door naar de hieroglyphen. Dus dan zie je een paar random icoontjes en die moet ik dan aan Tim doorgeven. Dus ik zie een witte ster, dus een empty ster. Ja. Yeah. Ik kan beter, volgens mij was er maar eentje met zo'n balzak. Zo'n rare wees. Ja. Dan heb ik nog een soort van een i met een x erdoor. Ja. En dan heb ik nog dat, hoe heet dat ding, slappe thee of zo? Of? Slappe thee, een labda. Ja, een labda, ja dat was. Ja, balzak, XI, labda, ster. En oké, dus moet je het in een bepaalde volgorde doen en there we go, groen. Oké, en de laatste is de knop. Dus we hebben een blauwe knop waarop staat abort. Hou hem ingedrukt. Oké. En ik zie een geel dingetje branden, geel licht. 5. En op 5, oké. Dus we moeten wachten tot er op de timer een 5 staat, zoals nu. En there we go. In elke positie. Ja, en elke keer precies. Dus er stond een 5 op het einde, dus dat betekent dat ik hem dan mag loslaten. Dus ja, there we go. Dat was de eerste bom. Heb ik trouwens een betere tijd neergezet, ik moet even kijken. Ik denk het wel. Ja, ik had nu 3.15, ik weet niet wat mijn best was. Voor mij was degene die ik hiervoor had 3.13 of zo. Als echt zo van, ja, yeah, 2 seconden sneller. En dit was met uitleg. En dit was met uitleg bij, inderdaad. Dus ja, dat is dus hoe het zeg maar nu gaat. Dus we gaan nu een iets moeilijkere bom doen. Dan switchen we de rollen om. Dan is Tim degene die het gaat doen. En dan zal ik dus een klein stukje voetjes van Tim laten zien. En dan doe ik het met de handleiding. En als laatste gaan we nog een hele moeilijke bom doen. Om te kijken hoe moeilijk het uiteindelijk kan gaan worden. Dus oké, laten we dan nu maar gaan voor double your money. Dan moeten we in dezelfde tijd moeten we 2 keer zoveel modules gaan doen. Dus dat betekent dat we dus... ja, veel minder tijd over gaan hebben. Moet je kijken, 1 minuut nog wat heb ik. Had ik remaining toen ik het probeerde. Dus Tim, ben je er klaar voor? I'm born ready. Oké. Daar gaan we. Loading. This screen is for your eyes only. Ja, dat kan. Oké. Okie dokie. Dus, there we go. Even licht aan. En. There we go.
Oké, dus nu zijn er veel meer modules bij, zoals je kan zien. En je hebt ook een achterkant trouwens, dat ik me niet heb laten zien. Je kan ook allemaal informatie vinden op de zijkanten van de kist, zoals batterijen en nummertjes en verschillende slots en weet ik het wel. Maar goed, we beginnen met wires. Ik heb hier een ding met 4 wires. 4 wires, oké. Yep. Is er meer dan 1 rode? Er is 1 rode en die staat op de laatste plek. Oké. Is er 1 blauwe? Er is 1 blauwe, ja. Eerste. De eerste. Oké, done. Dan heb ik nog eentje met wires en dat zijn er 6. Oké, dan. Zijn er gele? Geen gele. Oké, laatste nummer van het serial nummer. Oh ja, dan moet ik het serial nummer opzoeken. Dus dat ergens op de dingen. Hier zo. Het laatste nummer is een 3. Oké, de derde. De derde. Oké, dus die. Yep, done. Oké, dan heb ik, even kijken, dan heb ik 2 knoppen nog en 2 hieroglyphen. Ik doe wel eerst een hieroglyph. Oké, ik heb dus een oomteken. Een oomteken, ja. Dan heb ik zo'n 6 met een beetje platte bovenkant. Ja. Die omgekeerde E met 2 puntjes erop. Ja. En een AE. Oké, 6. Ja. 1 met puntjes. Oké. AE. Ja, en... Oké, done. We gaan een knop proberen. Oh, wacht, nee, we kunnen beter wel gewoon doorgaan naar die andere hieroglyf eerst. Zeker. Dus, oké. Weer een platte 6. Weer een platte 6. Weer een AE. Oké. Weer een E met dubbelpuntjes. Ja. En dan zo'n trident ding. Oké, platte 6. 1 met puntjes. Ja. AE, trident. Yep. Was dat serieus diezelfde rij of niet? Ja. Ah, nice. Oké, de knop. We hebben nog 3 minuten. Dat moet dan lukken. Oké, we hebben een gele knop waarop staat press. Oké, hou me ingedrukt. Oké, een gele knop. 5. Oké, 5. Oh ja, dat is 0. Ik was helemaal aan het wachten tot je op 55 ging staan. Ik dacht, oh wacht, nee. Oké, hold en rood. Een rode hold knop. Even kijken. Dus ondanks dat er hold op staat, moet je hem ook niet... Je hoeft hem niet per se te houden. Dat was het leuke. Dat zijn echt van die hele mindgames. Maar goed. Dus een rode... Even kijken. Zit er een batterij op de bom? Batterij op de bom. Even kijken. Ik zie 1 batterij. Eentje. Oké. If the button is red and says hold, press immediately and release. Oké, dus meteen indrukken en meteen loslaten. Oh. There we go. 2-2-2 nog over. Nice. Oké. Dus dat was alweer een stuk beter. Een stuk beter met wat mijn vorige tijd was. Okay, dit zijn de non-stressbommen. Ja, inderdaad. Want uiteindelijk gaan we echt stressen. En dat zal ik straks wel laten zien wat echt de stressbommen zijn. Waarbij het echt gewoon zo moeilijk gaat zijn. Maar goed, nu heb ik 2 bommen gedaan. Nu gaan we een keer de rollen omdraaien. En dan gaan we een keer kijken hoe Tim het doet bij een bom. Oké, dan. Okay. Zo, even kijken. Dus wij gaan fair game doen. Yep, fair game. Boom. Bam. Oké, nou. Dus succes, Tim. Dankjewel. Oké. Maar laten we even kijken door de manuals. Dus ik heb het gewoon op internet staan trouwens, voor degene die het wil weten. Je kan het ook gewoon helemaal op poten naar gaan uitprinten. Maar... Mm-hmm. Oké. Ik heb een password, een maze, een bordjes, een wires met ABC en ik heb memory. Oké, er zijn heel veel allemaal nieuwe, dus laten we maar gaan beginnen met de maze. Laten we met de maze maar beginnen. Oké. Ik heb waar zie jij de cirkels? Op 5-3 en op 4-6. 4-6, oké, ik weet welke je hebt. Dus, Ik ben op 3-6 en ik moet naar 1-1. Je bent op 3-6 en je moet naar 1-1. Oké, ga naar links. Oké. Ga dan naar boven. Ja. 2 keer naar rechts. 2 keer naar rechts. Ja. 1 naar boven. 1 naar boven. 2 naar links. 2 naar links. 1 naar boven. Naar boven. Nog 1 naar links. Ja. 1 naar boven. Ja. Dan helemaal naar rechts op 1 naar laatste na. Dus zeg maar eentje nog wachten. Ja. Eentje naar boven en dan helemaal naar links. Boom. Oké, got it. Nice. Oké, dus welke had je nog? Je had toch een wire sequence ding of zo, zei je? Met van die ABC. Ja, 1, 2, 3, ABC. Oké, die heb ik nog heel weinig gedaan. Dus dan moet ik even dingen van opschrijven. Dus dan moet je zeg maar gewoon zeggen van hoeveel wires je al hebt gezien, ja. Toch? Ik zeg rood. Zeg maar red en dan zeg jij degene die wat in het eerste vakje staat bij rood.
Oké, maar ik moet ook bijhouden van hoeveel we al hebben gehad, hè? Dus oké. Oké, begin maar. Wat is dus de allereerste? Ik heb een rode. Je hebt een rode, ja? Oké. En die gaat naar B. Wacht, en alleen als het klopt dat hier staat, dan moet je het doen, toch? Oh ja, cut if connected to, en dan staat hier C, dus nope. Oké. En we hebben één rode, dus die schrijf ik even op dat ik al één rode heb gehad. Ik heb een zwarte, die heb ik geknipt, want de eerste is ABC. Ja, goed zo. Hoe zit hem? En de blauwe? Okay. Blauwe, eerste blauwe, B. Oké, cut if connected to B, oké. Ja, oké, zwart. Zwart, tweede zwarte is A of C. Oké, de tweede rode? De tweede rode, dat is B. Naar B, connected to B. De derde zwarte? Ja, derde zwarte, dat is naar B. Oké, en de vierde zwarte? De vierde zwarte is A of C. Oké, daar ga je, ik heb haal. Op twee. Was het dan? Ja, nee, ik heb er nog één. Oké. De vijfde zwarte? Vijfde, wauw, B. Oké, de zesde zwarte? Jezus, allemaal zwarte. Oké, B of C? Oké, dan ga ik jou even knippen en dan zijn we er. Oké, nice. Wat? Oh, sorry. Ik heb eentje verkeerd geknipt. Ja, ik dacht dat ik al was, maar ik moest nog op pels naar beneden klikken. Oké, ik heb een password, ik heb woordjes en ik heb een memory. Woordjes was dat met dat what en shit, toch? Ja. Oké, dan doen we die al eerst. Oké. In mijn schermpje staat nothing. In je schermpje staat het woord nothing. Dan moet je de derde pakken. Dus je weet wel 1, 2. Ja. We gaan zeg maar van links boven naar rechts onder. Dus dat is yes. Dus moet ik hier zo kijken. Yes, oké. Oké. Met een Y? Met A, Y, ja. Oké, dat is hem. Oké, volgende. Want dat moet je drie keer doen als het is. There. Mm-hmm. There, als in, hoe gespeld? T-H-E-R-E. Oké, de laatste. Middle. Middle. Blank. Ready. Ready, ja. Oké, nice. Nu staat in mijn schermpje red, R-E-D. R-E-D. Dus red, R-E-D, dat is de vierde. You are, zonder komma's. You are, zonder komma, your, vast R. Oké, heb ik niet. Next. Nee. Like. Like heb ik, oké, top. Ik heb nu nog password en memory. Oké, laten we eerst maar memory gaan doen dan. Dat is dus met die... Was memory nou met die 1, 2, 3? Ja, dat was die met 1, 2, 3, 4. Dit is ook een hele irritante, die moet ik ook gewoon opschrijven dan. Oké, goed. Wacht, ik doe even de stages, zeg maar. Stage 1, 2, 3, 4, 5. Van je 5 stages, oké. En dan, Ik druk op de vierde positie en ik druk op een 4 in de eerste. Want ik heb een 4 op mijn schermpje staan. Oh, wacht. Dus stage 1, dan het is een 4. Ja, op de vierde positie. Er staat een 4 en dan moet je op de vierde positie doen. En wat is dat? Dus position for, nummer en dan main nummer, zeg maar. Oké, dus wat stond er op de vierde positie? Exploreren. Oh, oké. Rip. Oh, god. Nou, dat ging goed. Oké. Dus. We kunnen nog wel een keer proberen. Nog een keer proberen. We kunnen het. Okay. Oh, kast het terug. Oké, Simon says password, woordjes, wires, complicated wires is het, en een button. Oké, nee, dan kunnen we gaan beginnen met die complicated wires, want dat is degene waar ik nog het meeste probleem heb. Complicated wires, oké. Waar we nog het meeste moeten kijken. Oké, ik heb rood en ster. Oké, rood en ster, dus dan moet ik even kijken, dus het moet binnen die dingen liggen, toch? Het moet binnen die cirkels liggen, dus rood en ster, dat is binnen dit... En heeft ster dus binnen die en die is P. Nee, wacht. P is als een parallel. Wacht even. Even checken of ik het goed had. Hè? Dus het rood en heeft een ster, hè? Mm-hmm. Dus het is in dat en in dat, maar buiten de rest. Oh nee, dat is C. Sorry. C, dat is cut. Oké. Rood en led. Rood en led, dat betekent binnen deze en binnen die. Maar buiten de rest is dan... Oh god, welke is dat? Led is dat deze... Rood, dat is die. Dus het is binnen deze twee, maar buiten de rest. Dus dat is B. Dat is cut wire if one has two or more batteries. Oké. Wit en led. Dus alleen led eigenlijk. Oké, alleen led. Dat is dus D. Do not cut. Alleen blauw. Volgens mij ook. Do not cut. Oké, alleen blauw is... cut. Wacht, alleen blauw, zeg. Mm-hmm. Dat is alleen
only cuts if the last digit is even, van de serial number. Oké, okay, even kijken. Dat laatste nummer 6. Even. Dat is een 6, volgens mij. 6, dus dat is even, dus cut. En bepaal. Oké, deze moet ik cutten. Want dat is de laatste. En hij was niet goed. Oké, okay, top. Okay. Watches of een button of Simon Says of een password? Ik denk dat we als eerst Simon Says kunnen doen. Simon Says, oké. Okay. Oké, dus je hebt nog geen strikes, hè? Nee. Ik heb geen vowel. Geen vowel, oké. Okay. Ja. Dus oké, okay, welke knippert? Rood. Rood knippert, dan moet je blauw doen. Oké, okay. Ik krijg terug twee keer rood. Dus geef ik terug twee keer blauw. Ja. Yep. Rood, rood, groen. Groen is groen. Dus okay. Blauw, blauw. Dat was niet goed. Dus nu heb ik een strike. Wat? Oh, wacht. Groen? Dus staat hier groen is groen. Wat? Oké. Okay, maar ik heb nu een strike. Dus ik doe nu blauw, blauw. Oh, wacht. Dus die was niet goed. Kijk eens even of je een vowel hebt. Griekse I is ook een vowel, hè? Dus. Volgens mij heb je dan wel een vowel. Nee, ik heb... Oh, ik heb U. God. Ja, ik heb wel. Oké, okay, ik wou dat zeggen. Oké. Okay. Dus je hebt één strike. Oké, okay, okay, we gaan door. Dus het was eerst red, toch? Ja. Dus oké, okay, maar je hebt nu één. Dus nu is het geel. Dus dan moet je doen... dus het is, ja, als je nu hebt rood, rood, groen, moet je doen geel, geel, blauw. Oké. Okay. Rood, rood, groen, rood. Dus geel, geel, blauw, geel. Oké, okay, ja, is goed. Oké. Okay. Password. Password, password, oké. Okay. Ik denk dat die vind ik ook irritant. Maar we gaan wel even. Waar ben je? Password, waar sta je? Ik denk dat waar sta je? Daar zijn we al. Oké. Oké, dus hoe gaan we het doen? Je geeft gewoon de eerste letter op ja. Ofzo? Of alles van de eerste? Ik heb in de eerste rij heb ik mogelijkheden P, H, Z, D, T, A. T en A, oké. Okay. We beginnen even met A dan. Okay. Wat heb je bij de, voor de tweede? K, J, G, B, R, G, T. Wacht, G. Heb je, zit er in de derde een A? Ja, again. Oké. Okay, again, yep, dat is het again. Ja, again. Zo, oké. 1 minuut voor woordjes en een rode detonate. Oké, okay, we gaan eerst die detonate wel doen. Oké, okay. Okay, rode detonate. Even kijken, is abort? Nee. Oké, okay, hoeveel batterijen staat er op dat ding? Twee, oké. Okay. Meteen releasen, dus druk en meteen releasen. Ja, top. Oké. En dan gaan we nu door naar de laatste. Oké, dan zijn we weer woordjes. Oké, go Tim. Beetje snelheid. Blank. Blank, dus echt gewoon woord blank? Het woord blank, ja. De vierde? Vierde positie? Vierde, left. Left, God, waar staat left? Oké, okay, daar left. Right? Oké. Okay. Volgende. Okay, volgende. Het woord is you. You, oké. Okay. You, dat is... Ik denk, waar sta je? De vierde positie weer. Hold. Hold, en hold is... you are, helemaal uitgeschreven. Oké. Okay. Ah, jammer. Nog eentje. Oh, nog eentje gemoeten. Dang it. Als die strike niet hadden, als... Ja, dus die strike niet jammer dat je die unie zag toen met dat... Yep. In Serena. Ah, helaas. Helaas. Oh, het waren wel heel close nu. Denk. Soms is het echt super intens dit, jongen. Dat is echt zo zie. Mm-hmm. Maar goed, oké. Dan ga ik nu weer overschakelen naar mij, want dan ga ik er nog even echt een hele moeilijke proberen. Oké, dan ben ik weer terug in de game bij mezelf. En dan, oké, we gaan dus deze doen. Dat is de laatste die ik heb gedaan, maar deze was super moeilijk. Want ik had ook maar 30 seconds remaining. Dit is zeg maar hetzelfde als wat Tim dat had, dus dezelfde modules. Alleen dan, maar de helft van de tijd. Dus... Ja, dit gaat hem worden. Oké, okay, het is gelukt. Het is ons gelukt in 2 minuten. Ik weet niet hoe, maar... Anyway. laten we maar proberen. We zien wel hoe ver we komen. Dus ik ben benieuwd. Oké. Okay. Daar gaan we, Tim. Daar gaan we. Oké, okay, even wachten tot het ding voorbij is. Loading. At least wires als je ze hebt. Oké, heb ik wires? Even kijken. Ik zie een knop. We beginnen even met knop, oké? Oké, ja, heb ik. Oké, een gele detonate knop. Oké, ingedrukt houden. Ingedrukt houden? Ja. Wit? 1. 1, oké. Okay. Even wachten. Ik denk dat het zoveel tijd is. Oké, okay, done. Mace. Ik ga scrollen. Oké. Okay. Ja. Zet hem maar weer staan. Cirkels bij 5-3. En bij 4-6. Volgens mij de middelste. Ja. Oké. Okay. Wie ben jij ook weer? Jij bent toch dat vierkantje? Dat jij bent het witte vierkantje. Oké, okay. Ja. Ik sta op 1, of op 3-1. 3-1. 3-1, ja. Staat daar van boven. En dan waar ik naartoe moet is op 5-6. Oké, okay, en je moet naar 5-6. Dus je moet naar het rondje. Wat? Ja, nee. Naar 5-6. Oh, en ik hoor alarm. Eentje ernaast. Ik hoor
Oh, doe maar eventjes dat die ding staan. Ja, dat is ook enorm irritant. Oké. Okay. Dus ja, weet je waar ik naartoe moet? Ik sta op 3-1. En ik 3-1, moet naar 5-6. Dus net naast de naar 5-6. Oké, ja. 2 naar rechts. Ja. 1 naar beneden. Ja. Helemaal naar links. Helemaal naar links. Ja. 1 naar beneden. Ja. 1 naar rechts. Ja. 1 naar beneden. Ja. 2 opzij. 2 naar rechts. Naar rechts. Ja. 1 naar beneden. Ja. 2 naar links. 2 naar links, ja. 1 naar beneden. En dan helemaal naar rechts? Ja. Oké, okay, dan. Oké, okay. En het licht gaat even uit. Oh man, dit is zo irritant, want nu krijg je ook allemaal die andere dingen erbij. Oké, ik heb. Oké, makkelijk, ik heb wires. 6 wires. Oké, 6 wires. Helemaal nog lukken, we hebben nog 1 minuut. Oh nee, wacht, okay. Oh shit, 2 keer wires. Oké, okay, maar 6 wires. Oké. Okay. Oké, okay, 6 wires. If there are no yellow wires, unless. Er is één. Oké, otherwise, if there's exactly one yellow wire. Yeah. And there's more than one white wire. Cut nee, the fourth wire. Er is één witte. If there are no red wires, cut the last wire. There is een rode. Otherwise, cut the fourth. The fourth. Oké. Okay. Yep. Done. Oké. Okay. Nog hetzelfde. Weer 6 wires. Oké, 6 wires. Een half minuut. If there are no yellow wires. Nee, er zijn geen gele. Oké. Okay. And the last digit of the serial number is odd. Is odd. Ja, het is odd. Oké. Cut the third. De derde. Oké, okay, got it. Oké, okay, nu Herio Grieven. We hebben nog 12 seconden voor. Dus oké, okay, C met de punt erin. Omgekeerde vraagteken. Een E met 2 puntjes erop. Oké, okay, E, C, H, vraagteken. E, C, H, vraagteken. Vraagteken. Got it! 2,5 seconden. Oh my god. Oh my jezus. Oh my god, die was zo intens. Oh, nice man. 2,5 seconden, oh. 2 seconden staat er ook echt nog. Jezus. Oh man. Oh, GG man, die was echt nice. Die was leuk. Dus ja, dat is Keep Talking and Nobody Explodes. Behalve Tim. Alleen Tim explodes. Ja, ik explode. Nou ja, het is soms echt gewoon zo insane. En het hangt ook heel veel af van welke modules je krijgt, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, maar dat was dus jongens. Dus ja, waar zou je nog zeggen? Dat maakt het leuk. Ja, dat maakt het gewoon echt leuk. Dus ja, jongens, hopelijk hebben jullie dus genoten. Dit was het dus. Vergeet natuurlijk nog geen like achter te laten. En dan zie ik jullie weer terug in de volgende video. Ja! Yeah! Dus bye bye en tot de volgende keer. Bye bye.